Er loopt een wolf rond in het omheinde Nationaal Park de Hoge Veluwe. We zien hier een kadaver van een moeflon gegrepen door een wolf. Die via een gat in het raster is binnengekomen en meerdere moeflons heeft gedood en verwond. Goedenavond. De gemeente Ede wil af van een spoorwegovergang, maar bewoners die kunnen hem niet missen. Ja, en dan ben je dus aan weerskanten van het centrum, dus je moet enorm omrijden. Edenaren zijn tegen sluiting en willen een spoortunnel. Konijntjes. Ze zijn de afgelopen tijd veel gekocht, maar zodra de lol eraf is, worden ze gedumpt. Alle hokken zitten vol met konijnen en we hebben er nog een aantal buiten moeten plaatsen omdat we gewoon geen ruimte meer hebben, dus ja. In het afgerasterde nationale park de Hoge Veluwe is een wolf binnengedrongen die inmiddels meerdere moeflons heeft gedood. Een aantal van deze schapen is alleen gebeten en gewond achtergelaten. De wolf die heeft een weg gevonden langs door een kapot raster. En parktoezichters die hebben inmiddels hem ook gezien. We zien hier een kadaver van een moeflon gegrepen door een wolf. Hoe kan het dat een wolf in een afgerasterd park komt? Ja, dat is raar. Hij is er in ieder geval niet onderdoor gegaan en niet overheen geklommen, zeg maar. Anders vind je de haren aan het prikkeldraad. En wij constateren de laatste maanden wel enorm dat er enorm veel geknipt wordt in de rasters. En daar is inmiddels ook iemand voor aangehouden. Waarom wordt er in de hekken geknipt? Ik heb geen flauw benul. Dat is nu onderdeel van onderzoek. De wolf is dus gewoon nog hier in het gebied? Ja, klopt. Een van onze jachtopzieners heeft hem gezien. Dat klopt, ja. En hoe krijg je de wolf er weer uit het park? Ja, we hopen eigenlijk wat vanzelf komt ook vanzelf weer gaat. Dat is de hoop, want we willen dat beest niet hier. En nou, eigenlijk is dat het. Meer kunnen we op dit moment ook niet. Dat is op legale wijze vanaf komen, zeg maar. Dat is één. En twee, we zijn bezig met een reddingsplan voor de moeflons op dit moment. En de bezoekers die op die witte fietsen rondfietsen, zijn die veilig? Kijk, de kans dat je hem, niet ziet is vele malen groter dan wel. Het is op zeker veilig voor bezoekers. Ik zou het fantastisch vinden om hem daar te kunnen zien lopen of zo. Dat zou mooi zijn. U bent niet bang? Nee. Een beetje eng. En zou je dan een wolf willen zien als je hier fietst? Ja, maar het ga je niet heel dichtbij. Ja, het Nationaal Park de Hoge Veluwe zit nu dus in de maag met de beschermde wolf. Het lijkt de omgekeerde wereld. Het inheemse dier moet weg omdat het de exoot bedreigt. De vraag is nu wie voorrang heeft op bescherming. De 300 moeflons van Sardinië en Corsica of de wolf? Volgens de beheerders van de Hoge Veluwe is het niet heel vreemd om voor het beheer van de park de moeflons in te zetten. Kijk, elders wordt begraasd met Schotse hooglanders, IJzerlandse paarden, Spaanse vechtkoeien. Er worden zelfs wiesent uit Polen gehouden. En wij doen het met Corsicaanse schapen. En de wolf wil je niet. Dat is een inheemse soort. En de wolf kan daar niet bij, klopt. Maar volgens de organisatie Wolven in Nederland ligt dat niet zo eenvoudig. Als je puur kijkt juridisch, beleidsmatig, dan is die wolf een prioritaire soort voor Europa. Een belangrijke soort voor in de natuur. Inheems heeft hier altijd voorgekomen en die moeflon niet. Dus in de juridische pikorde staat die wolf gewoon hoger dan de moeflon. Dus is het de vraag of de wolf zelfs wel mag worden verdreven. Maar volgens Leidekker zijn de schapen noodzakelijk voor het park, omdat ze zorgen dat de bomen niet de overhand krijgen. De aanwezigheid van de wolf zou dit helemaal kunnen veranderen. Wat wij vrezen is dat dit landschap op een gegeven moment in pakweg een jaar of 10 volloopt met bomen en dat het uiteindelijk bos wordt. Dan zijn we de wijsheid voor dit landschap kwijt. Maar veranderend landschap of niet, Lelyveld ziet de wolf nog niet zomaar vertrekken uit het nationale park, de Hoge Veluwe. Er is geen legale manier waarop je die wolf kunt motiveren om even te vertrekken. Het is zelf aan de wolf de keuze van wil ik daar leven of niet. Nou ja, ik verwacht dat hij dat wel zou willen. Het is gewoon een mooi natuurterrein, er is genoeg wild. Dus het kan zomaar zijn dat die wolf daar langer wil blijven. De gemeente Ede wil eind oktober een spoorwegovergang definitief sluiten. Er rijden te veel treinen over het spoor, waardoor de overgang vaker dicht dan open is. Maar bewoners van Ede-Zuid die zijn het daar niet mee eens. Zij vinden dat ze door deze beslissing worden afgesloten van de rest van Ede. Er is geen goed alternatief voor het sluiten van deze overgang. Hier gaat het over de spoorwegovergang bij de Kerkweg. Het is de doorgaande weg die Ede-Zuid verbindt met onder andere het winkelcentrum. Maar er rijden zoveel treinen over het spoor dat de gemeente die overgang nu wil sluiten. Voor bewoners van Ede-Zuid betekent dat zij de wijk alleen nog met de auto kunnen verlaten via twee andere routes aan de rand van de wijk. Ja, en dan ben je dus aan weerskanten van het centrum, dus je moet enorm omrijden.
En dus startte Akerboom een petitie die inmiddels al bijna 1500 keer is getekend. Raadslid Rachid Gürgülü begrijpt de bewoners wel. Ik heb zelf ook een tijdje hier gewoond. Ik kan erover meepraten. Als je hier woont in deze omgeving en je wil naar het noorden, dan zonder deze verbinding is het sowieso niet natuurlijk. Duurt het veel langer. De gemeente laat in een schriftelijke reactie weten dat er twee andere routes zijn om de wijk te verlaten. En dat uit onderzoek niet blijkt dat een alternatief voor deze spoorwegovergang noodzakelijk is. Gürgülü snapt daar niets van. Want de wethouder hoorde ook wel eens zeggen van het is beter voor de wijk als die overgang sluit. Alsof de bewoners die duizend mensen in handtekening zetten het niet goed snappen. Ik kan dat niet anders uit dan arrogantie. Femke Akerboom hoopt met haar petitie de gemeente toch nog op andere gedachten te brengen. Er is geen alternatief en wij willen gewoon van Ede-Zuid naar Ede-Noord kunnen blijven gaan op een normale manier. Het aantal gedumpte konijnen in onze provincie is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Onlangs werden er nog 9 afdankertjes gevonden in het Lunterense bos. Zowel de brancheorganisatie voor huisdieren als de dierenambulance Nederrijn die denken dat dit de gevolgen zijn van corona-impulsaankopen. Al met al hebben we er op dit moment 16, terwijl het in andere jaren ongeveer een stuk of 5 zijn. Ja, ieder jaar worden wel konijnen gedumpt, maar dit jaar is het echt wel heel extreem. En dat komt vermoedelijk door de coronacrisis. Kinderen een beetje blij maken omdat ze niet zoveel mochten. We kopen een konijntje, lekker knuffelen met het konijntje, maar uiteindelijk komen ze er ook achter dat het konijntje best wel veel poept. En dan de kindjes kijken er wat minder naar om. Uiteindelijk zijn de papa en mama die ervoor moeten zorgen. Ja, dat is dan vaak de reden, denken wij, dat men dan op een wat oncharmante manier van het dier af wil. En de gevonden konijntjes worden dan ondergebracht in opvangcentra, zoals hier in Bennekom. Alle hokken zitten vol met konijnen en we hebben er nog een aantal buiten moeten plaatsen omdat we gewoon geen ruimte meer hebben. Dus, ja. En hoewel ze de dieren met liefde opvangen, vinden ze het bij Huizenpluis beter als mensen eerst nadenken voor ze een konijn kopen. En als ze er dan toch vanaf willen, zijn dit de tips. Een familie of andere mensen die er graag voor willen zorgen. Als je echt van een konijntje af wil, probeer dat in eerste instantie binnen je eigen vriendenkring. Via social media, zet hem er gratis op. Er zijn er bijna altijd wel mensen die zeggen van nou breng maar bij mij. Maar dumpen, ja, dat is no-go. Een vakantie vol plezier en avontuur. Niet voor elk kind is het vanzelfsprekend. Speciaal voor hen is er in Spankeren toch wat geregeld. Leuk. Waarom? Omdat dit mijn eerste dag is dat ik ga kamperen. Bij fruitteler Strekerij De Betuwe in Waddenooijen is afgelopen nacht een winkel op het terrein afgebrand. De oorzaak is nog onbekend. Toen het vuur rond 3:30 werd ontdekt, viel er al niets meer te redden aan het gebouw. Teler Aart Blom had in de winkel een aantal klassieke voorwerpen uit de oude telerstijd staan, zoals een sorteermachientje en een bijzondere veilingklok. En dan mooie oude foto's van vroeger. Alles is weg. Eerst wel helemaal de verslagenheid, maar ik denk dat we het zo gauw mogelijk weer op moeten pakken en toch weer wat van moeten maken. Want je had het geen zin om er bij de pakken neer te zetten. We willen toch weer iets moois terugzetten als het gaat. Het mag weer. Bijna alle zwemplassen zijn na het extreem hoog water weer schoon genoeg om in te zwemmen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie. Het hoogwater van de afgelopen weken zorgde op veel plaatsen voor een toename van de E. coli-bacterie in het water. Ook wel bekend als de poepbacterie. Inmiddels is de verontreiniging met de bacteriën op de meeste plaatsen weer voorbij. Zwemliefhebbers die moeten nog wel uitkijken bij het water in Giesbeek, Terwolde en Bemmel. Daar zijn de testresultaten nog niet bekend. De meeste plassen zijn op dit moment akkoord bevonden en de bacteriën zijn verdund en die zitten weer onder de norm, zodat dat er weer veilig gezwommen kan worden. Maar wel bij aangewezen zwemplassen, want die worden door ons en door de waterkwaliteitsbeheerders gecontroleerd. Bij Vitesse is iedereen in de ban van Europees voetbal. De Arnhemmers die nemen het morgenavond in de Conference League thuis op tegen het Ierse Dundalk. En Vitesse is zeker favoriet. De spelers van Vitesse maken zich op voor de laatste training. Ook Oussama Tanane en Richelli Bazour zijn erbij. De twee verdetten azen nog altijd op een transfer,
Maar trainer Thomas Letsch gaat ervan uit dat ze nu volledig gefocust zijn op Vitesse. Egal of het Richard Libasu is, of het Usama Tanane of ook andere spelers zijn, die, wie gesagt, ook sicherlich vielleicht noch mit dem Gedanken spielen, den Verein zu wechseln. Aber den Eindruck habe ich. Wenn ich dieses Gefühl nicht hätte, wenn ich bei einem Spieler das Gefühl habe, er ist nicht hundertprozentig dabei, dann wird er sicherlich nicht spielen oder auch nicht im Kader sein. Het is de 15e keer dat Vitesse Europees speelt. De laatste keer was 3 jaar geleden. Danilo Duki was toen nog reserve. Nu is hij aanvoerder. Ja, sowieso is het mooi om op een Europees podium te spelen. En ook als aanvoerder te zijn van Vitesse is ook een mooi compliment. Voor Letsch wordt het zijn Europees debuut als hoofdtrainer. In de rol als co-trainer heb ik het schon erlebt. Onder andere tegen Amsterdam, tegen Ajax. Maar in deze functie is het mijn eerste jaar. Als Vitesse Dundalk weet uit te schakelen, dan wacht waarschijnlijk het Belgische Anderlecht. Na de zomervakantie buitelen kinderen over elkaar heen met vakantieverhalen. De een gaat kamperen, de ander misschien zelfs wel vliegen. Maar zo'n tripje is niet voor iedereen weggelegd. Dat weten ze in Spankeren. Daar kunnen kinderen uit arme gezinnen deze week gratis op vakantie. Alles wat hoort bij kamperen is geregeld. Bij het kampvuur gaan we dan marshmallows roosteren en dan, daarna gaan we ook slapen. We gaan hier ook nog spelen en als je wil kun je zwemmen in het bad. Dit zijn kinderen waarvan de ouders geen vakantie kunnen betalen. Dus, en wij vinden dat deze kinderen ook verdienen om op school te komen te zeggen van hè, oh, wij zijn ook een keer op vakantie gegaan en verplaatsen altijd vriendinnetjes die met hele leuke verhalen komen. Vinden wij dat alle kinderen dat verdienen. Verdeeld over de hele week komen er 44 kinderen kamperen. Voor sommigen is dat allemaal helemaal nieuw. Leuk. Waarom? Omdat dit mijn eerste dag is dat ik ga kamperen. En waarom vind je dat tot nu toe leuk? Omdat we ook bij een boerderij zijn. En een kalf had mij gisteren gelikt. De kinderen logeren op het erf van melkveehouder Timo Burgers aan de rand van Spankeren. Voor de gratis vakantie was erg veel animo. Ja, echt heel veel. We hadden eigenlijk gezegd we gaan maar 25 kinderen doen, maar het zijn er 44 geworden. Dus ja, echt heel veel. En je wil niet tegen een kind zeggen van nee, je mag niet komen. Dus wij hebben eigenlijk op iedereen ja gezegd. We hebben zelfs iemand gehad die aan het huilen was gewoon door de telefoon van oh, wat fantastisch dat mijn kind mee mag. Ja, zo is de zomervakantie natuurlijk ook heerlijk. Veel mensen die zijn al lekker vrij of staan op het punt van vertrekken. Naar het buitenland of niet is vanwege corona natuurlijk nog onduidelijk voor een hoop mensen. Maar één ding waar we allemaal voor gaan, dat is ontspanning. We gaan donderdag naar Griekenland toe, naar Sakintos. Het hele jaar voor gewerkt en dan is het wel lekker als je een keer 3 weken vrij bent. Even helemaal niks doen en genieten op een tropisch oord is voor veel mensen de ultieme ontspanning. Maar hoe ga je het best om met die overgang van werk naar vakantie? We raden ook wel aan om de kanten van de vakantie nog even vast te houden. En, want de overgangen van werken naar vakantie en van vakantie weer naar werken, probeer die wat geleidelijker te laten verlopen. Een bekende valkuil volgens Mireille is dat mensen hun vakantie volproppen met activiteiten. Terwijl het juist de bedoeling is om van alle prikkels af te komen. En daar moet je jezelf vooral even de tijd voor geven. We zijn meteen op vakantie gegaan. Dus zo gauw als ik vakantie kreeg, werd de koffer ingepakt en dan dezelfde avond of nacht reden we weg. Belangrijk is dus om de vakantie rustig in te luiden. Maar op vakantie mag er best tijd zijn voor actie. Niet te fanatiek, maar een lekkere wandeling of fietstocht zorgt ervoor dat serotonines vrijkomen en dat geeft een goed gevoel. Het fijnste om te doen is gewoon op allerlei gebieden actief blijven. Dat de kinderen zich vermaken en wij wat rust hebben. Dat vooral eigenlijk. Probeer ook niet in je vakantie toch nog die mail te raadplegen of toch nog die telefoon, want dan gaat het effect van je vakantie, dat vermindert echt. Wij blijven genieten, ondanks alles. Ook zomer in Gelderland trekt er weer op uit in augustus. 4 weken lang gaan presentatoren Frank Oosterwegel en Lisanne Halleriet de provincie in om een heleboel leuke dorpen en buurtschappen te bezoeken en op de kaart te zetten. Met de grote vraag, wat is de mooiste plaats van Gelderland? Vandaag zijn ze in het eerste dorp. Ja, Frank en Lisanne, waar zijn jullie en welk spektakel kunnen we verwachten? Dank je.
Ja, we zijn vandaag in... Ja, in Geerstraat. Ja. En teams die strijden inderdaad om die titel op de mooiste plaats van Gelderland. En inderdaad. Dat doet Geerstraat niet alleen. Daar hebben we 15 dorpen en buurtschappen die daar om strijden. En we zijn heel blij, hè, dat we weer kunnen, hè, zomer in Gelderland. En dat we weer publiek hebben. En dat het weer mag op 1,5 meter. Maar we hebben hele mooie tribunes hier. En we gaan gewoon weer de provincie in om dat feestje te vieren. En die saamhorigheid op te zoeken. Want dat is echt aanwezig in Gelderland. En dat hebben we echt een beetje gemist. Ja, en dat eigenlijk ook allemaal voor het goede doel. Het eigen goede doel van het dorp en buurtschap. Dat ze zelf mogen kiezen. Daar zamelen ze euro's voor in. En ja, hoe leuk is het als we die tribunes vol hebben zitten. Dus mocht u nou bij een van deze plaatsen in de buurt zijn en denken... Nou, dat lijkt me wel wat. Ga dan even naar zomer.gld.nl en meld u aan. En mocht u er niet bij kunnen zijn, dan zijn we natuurlijk vanaf vanavond na het nieuws... elke werkdag tot en met 27 augustus te zien met Zomer in Gelderland. Ja, ik heb er zin in. We zijn er helemaal klaar voor. En deze toeter, die hebben wij vanavond heel hard nodig. Die gaat een aantal keer gebruikt worden. Dus ik zou kijken. Ja. Mooi, veel plezier. Dat wordt vast gezellig. Ja, dan nog het weer. Het was vandaag wisselvallig. De zonsopkomst die was op sommige plaatsen haast magisch, zoals hier in Duiven. Vannacht is het vrijwel droog met opklaringen. Het kwik daalt naar 12 graden. Lokaal ontstaat een mistbank. Morgen hebben we eerst zon en later ontstaan lokale buien met kans op onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 22 graden en veel wind is er niet. De komende dagen blijft het wisselvallig zomerweer met vooral vrijdag veel bewolking en geregeld buien. De rest van de dagen is de zon toch ook nog vaak te zien bij aangename temperaturen. Tot zover deze uitzending op onze app en site. Het verhaal over vakantiegangers die wel heel raar opkeken toen bleek dat hun camper was gestolen. En dat terwijl ze net begonnen waren aan hun gedroomde rondreis. Mooie avond verder.